iets bij me wat jou en mij heel veel geld gaat besparen. Ga liggen, ik wil een prijs. Is het... maar liggen, op je rug. Uitschuitwater! Stop! Dit is stop! Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuw videootje van Familie Lekap. We vertelden het jullie al een aantal keer. Er zijn twee dingen waar Mias echt ontzettend blij van wordt. Mij en eten. Alleen hoe hij eet is toch ook eigenlijk gewoon super schattig. Wat ben je aan het doen met je broodje? En hij was net ook iets onwijs schattigs aan het doen, maar ik weet niet of hij het nog een keer gaat doen. Mias, doe maar zo. Zeg maar pap. Zeg maar papa. Ik denk op dit moment dat er eigenlijk niet veel meer uit zijn mond komt, behalve dan dat er alleen brood in wordt gepropt. Jonge Mias toch? Ja, is lekker hè? Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt met dit kind, maar er is gewoon vrieskou buiten. Hij doet zijn zakken uit. Wat een gek is het af en toe ook. Net zijn vader gewoon, dit kind. Kijk hoe die klopt met dat vuistje. Kijk hoe schattig. Ja! Pap! Nog een keer! Hij zei het! Het is nog geen papa, maar we hebben in ieder geval wel een pap! We weten eindelijk wat Mias bedoelt met... Kom! 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 Kijk, Mimi! Schoentjes? Kijk. Ja! Kijk hoe die loopt. Hij loopt echt als een pinguïn. Zo schattig. Ja! Kom! Oh. Hij is net buiten geweest en hij zit hier alweer. Hap. Hier, hou eens even vast. Want we gaan eens even kijken of hij nu wel gaat zeggen. Want het is echt hoe hij hap zegt. Het is zo schattig. Maar je moet goed luisteren, want hij fluistert. Mias, hap. 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 Zeg het. Hij wou dus net iets zeggen. Ik zei tegen zijn, wacht, we gaan de camera stiekem neerleggen, maar nou goed, eet maar, eet maar, eet maar. Hij zei het wel heel zacht, maar ik denk dat je het niet hoorde, want hij fluistert. Het is wel echt super schat. De volgende komt ook al. Zeg jij zeker hap? 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 Ik ben even lekker stokbroodjes aan het maken. Die doe ik met geklopte ei. Het stokbrood van een dagje oud. Het is perfect om ze zo lekker op te bakken. Dit is het eindresultaat. En voor ons doe ik er ook nog een beetje suiker overheen. En dat is zo lekker dat iedereen gelijk de keuken in komt. Mimi. Ik ga mama even laten schrikken, oké? Okay? Shh, ik ga mama laten schrikken. Het is weer tijd om te gaan schrikken. Ja, maar hij is daarachter. Ik zei nog blijf hier. Ik ben hier al helemaal gefocust op het probleem. Ik ga mijn zoontje halen. Even serieus, die kleine hoeft alleen maar te horen. En hij weet al wat het was. Sorry, maar ik kan het niet meer doen, oké? Okay? Hij herkent gewoon gelijk. Ja. Dat is niet normaal. We zijn vandaag een beetje met al het speelgoed aan het spelen van pakjesavond. Alleen, al het speelgoed neemt ook gewoon batterijen in beslag. En nu hebben wij eigenlijk geen batterijen meer. Weet voor je dit spel met die visjes. Maar jongens, willen jullie visjes gaan vangen? Ja. Dan heb ik een nog beter spel waar jullie geen batterijen voor nodig hebben. Komen jullie mee naar boven? Nee. Oh, en met z'n allen de badkamer. Badkamer in. Een binnenbalbak. Eén man erin. Volgende erin. Nog één erin. Niks. En spreek af dat jullie vandaag met z'n allen hier blijven. En ik het hele huis voor mezelf heb. Dat was natuurlijk een grapje. Ik heb iets bij me wat jou en mij heel veel geld gaat besparen. Wat dan? Dit is echt een investering. Geld ik heb hier. Ja, ja, ja. Ik heb hier namelijk bad eentjes. Hengelen! Oh, wow. Dit is wat je ook bij de kermis doet, maar waar je te veel voor betaalt. Ja, waar je echt volgens mij iets van 5 of 10 euro per kindje voor betaalt. Dit moet hier een afval. Ja. Oh, Kiki. Vanaf nu spreken we af, jongens. Als jullie bad eentjes willen gaan hengelen, doe dat gewoon. We hebben een laagje water en de eentjes erin. Oké, de kermis. Dan gaan we. Oké. Okay. Jongens, dit is voor de beste, beste. Rond, 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 rond. Mooi, mooi, mooi. Groot, win. Oké, gaan we kijken wie je gaat vangen. Je moet niet elkaar vangen, jongens. Poging 2, wat ze eigenlijk moeten doen is... Kijk, je hebt hier dat eentje. En dat eentje moet je vangen, Debran.
met je haakje naar boven zijn rug. Oh, wow, wow. Dan ging hij bijna een koud bad in de straat. Nee, zullen we afspreken de verliezer gaat voor het bad? Ja, de laatste. Of wat zullen we doen? Wie de eerste twee vangt, ja, moet de verliezer de koude bad in. Ja? Kom, het gaat nu in. Ik wil in de koude bad. Kom, Mila, jij wilt de koude bad in. Maar ik moet natuurlijk gewoon mijn best doen. Het is wel spannender dan de kermis, dat zeg ik wel. Bij de kermis. Jullie zijn hier wel misschien wat langer bezig dan de kermis, denk ik ook wel. Dit is wel 15 euro. Ja, zeker. Esra, dit is ook wel goed voor ons. Jongens, jullie mogen pas de badkamer uit. Ja. Als jullie alles gevangen hebben. Ja, dat is een goeie. Ja, hey, kom. Hey, doei! Hij is het bad ingegaan. Okay. Met de kleren! Liggen! Als je ligt, krijg je een prijs. Ga liggen, je krijgt een prijs. Helemaal liggen, op je rug! Op je rug liggen! Nee, dat is geen prijs, op je rug! Wat? Ijskoud! Ja, ik heb in een koude bad gedaan. Nee. Ja, op je rug liggen! Op je rug, dan krijg je een prijs. 5, 4, 3, 2, 1. Nu heb je iets! Vind je het leuk, Ilai? Ik heb een plaat in. Wil je er ook in? Ja, graag. Het is ijskoud, nee. Klaar, jongens. Wat is er? Prijs. Kusje. Voor mij. Kusje van mama. Fortnite. Hallo. Een kus van mij is meer waard dan het Fortnite. Gaan we er niet voor schut zetten? Kusje. Gooi maar in! Daan heeft net het heerlijkste Fortnite potje gespeeld ter overwinning. Wat een wikkel. Ik had het trouwens net over visjes vangen, maar ik bedoel er eentjes vangen. Inmiddels ligt Mias te slapen. Het is al iets later. Hij was best moe. En Sarah moest ondertussen even twee kinderen zien te vermaken. We hadden allebei wel aandacht. En hoeveel wil je aandacht? Eentje is dokter zelf spelen. Zit hij nou echt jouw navel te inspecteren? Ja. Nee, je krijgt een prik in je navel. Oh, je... Oh. En ondertussen is die daar... Nou, weet je, hoe bedoel ik in die twee dingen te gaan? Nee, precies, maar je ligt er wel goed bij. Oh ja, heel spannend. Ah. Een beetje geknipt daar dan. Hey, Maresra, jij hebt ook een leuk spel, toch? Ja, ik heb ook een leuk spel. Want laatst keken wij een oude video van ons. En die video is van 3 jaar geleden. En dat was inderdaad een slaggo-spel. Toen we dat slaggo-spel deden, durfden Deborah en Eli niet mee te doen. Papa mag zeker wel meedoen. Interesseert me niet. Papa gaat gewoon meedoen. Hallo. En jullie doen dit keer ook mee, want ik wil hem nu echt een keer met het gezin spelen. Deal? Ik ga de slag ook even bijspakken, want ja, dat wordt wel... Ah, niet op tafel! Nee, Mias niet, nee. En we hebben het spel in elkaar gezet en zo ziet het eruit. Zometeen komt hier wat slagroom op. En ja, hoeveel je op dit draaibord gooit bepaalt hoe vaak je moet draaien. Ik heb echt gedaan! Ja, maar we gaan er nu wel even slagroom op doen. Het leuke is, zowel Deborah als Ilan gaan meedoen. Ik heb er zoveel zin in. In de eerste lading slagroom zitten we op. Kijk, wat een heerlijk stukje slagroom. En Deborah was als eerste. Kom maar, gaan we draaien. Draai maar. En wat is het? 4! Oké, schatje. Oké, kijk hierop. Oeh, het staat je echt heel mooi. Oké. Draai maar. 1. 2. 3. 3. 4. Oeh! Wie is die? Jij? Ben je? Ilai! Ja, één, je hebt... Er is niet eens één. 5! Oh, okay. Ja, hier op... Nee, wacht. Hier in je hoofd, omlaag. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Je hebt gezien. Stop! Nee, stop! Iedereen! Esra had geluk dat hij zijn hoofd naar achter had. En jij hebt geluk, eigenlijk zou hij bij jou komen. Ja. We gaan verder, kom, let's go. Oké. Nee, je bent er geweest. Zo, nog meer. Oké, is dit een hele bol? Ik heb nooit geluk, maar ik ben nog. 4. Nee, 3. Kijk maar goed, kijk goed. Ja, oké, 3. Ja, is goed. Oké, wacht. Wacht, ik wil niet op mijn wimpers. Doe je mond open. 1, 2, 3!
Wat is dit? Ja! Oh, ik ga het zo, mama! Hij gaat gelijk een likken, kind. Oh, hé, maar ik kom helemaal niet goed. Waarom heb jij zo geluk? Kom je hoofd ging naar achter. Ik zei toch, ik heb geen geluk. Hij komt altijd met mij. Hij likt hem wel weer verschoon. Oké, maar is nu mijn beurt. Vijf! Goed bezig, schatje. Oké, okay, twee. Drie. Vier. Vijf. Oh! Nee, niet wij. Jij bent. Vier! Dan heb je maar vier keer. Dan ga je kop. Kans, schatje. Je kan nog geluk hebben, hoor. Eén. Waar komt die goed? Weer bij die neus, kijk die streep. Oh, iedereen gelijk. Ik wil liggen. En nu mag ik, kijk op jij dit. Esra, deze ronde gaan we een grote bol maken. Ja, dit was even inkomen. Stop. Oké. Oh, kijk. Deze moet goed komen. Dit ziet er lekker uit. En ik denk dat hij bij het gezicht komt. Hoeveel? Nee, eerst draaien. Moet ik draaien voor jou? Ja. Jij hebt... twee keer. Oeh. Ja. Hé, wacht, gezicht. Wacht. Helemaal in gezicht heen. Nee, hier moet je jouw kin. Zo, ja. Goed zo. Een volgende draai, andere kant. Eén. Twee. Oh, mama. Nee, stop. Nee. Eli. Kijk, hij gaat gelijk. Kom. Ja, lekker. Nog een keer. Oh, hey, jongens. Kijk, hij is er al. Hij gaat vallen. Ah, jongens. Nee, dat stinkt echt heel erg. Dit is kind. Moet je nagaan, hè, Esra? Vorig jaar durfden ze het niet en nu willen ze alleen maar, hè? Hier, Eli, ik heb nog wel iets voor je. Lijntje. Esra, dat kan echt niet. Ja, dit is niet. Esra, luister. Dit is nu, hè? Maar over 20 jaar ligt hier een... Ja, oké. Okay. Nee, helemaal niet. Mooie vrouw hier op tafel. En dan slaan we hem lekker ook in. En toen was er weer rust in de tent, want de kinderen zijn naar bed. Het was superleuk om even een spel met hun te spelen. Ik geniet weer even van mijn mooie kerstverlichting. Het klinkt eigenlijk echt super stom. Maar ik vind het gewoon super knus en gezellig. Terwijl ik hier sta, kijk ik daarheen. And I like what I see. Mijn mannetje is lekker aan het... Nee. Ik wil zeggen, ik ben lekker aan het koken. Oh, okay. En ik kom hier om te zeggen dat als jij staat te koken... Godzonder, wie legt er ook een vork op een hete pan? Oh, jeetje. Nou, je kan wel zien hoe vaak zelf al in de keuken staat. Nee, en ik wou even komen zeggen dat je wel de ventilatie aan moet zetten als je staat te koken. Ja, nou, in elk geval, Sarah gaat lekker even nog wat burgers bakken. Ik ga de video editen. Ga trouwens lekker met Vlogmas. Ik hoop dat jullie leuk vinden de video's. Elke dag een videootje online. Dus dat betekent dat wij morgen natuurlijk ook weer een video gaan plaatsen. Dus vergeet niet dat duimpje omhoog doen als je deze video leuk vond. En natuurlijk te abonneren als je nog niet bent. Zodat je op de hoogte blijft. En dan zien we jullie morgen, of het is een beetje donker zo, in een nieuwe video. Doei!